ben Joke van der Linden en ik ben als een van de internisten betrokken bij het bariatrisch team. Als je bij mij op de poli komt, dan kijk ik naar een aantal dingen. Een van de dingen die ik belangrijk vind is nagaan of er misschien een medische oorzaak is van het overgewicht. En daarvoor is soms aanvullend onderzoek nodig en soms juist geen operatie. Daarnaast kijk ik naar je bloeduitslagen en dan probeer ik te achterhalen of daar problemen zijn die we moeten belichten voordat je veilig geopereerd kan worden. En voor een hele kleine groep patiënten geldt dat ik ze ook na de operatie terugzie. En dat is vooral om ze te begeleiden met bijvoorbeeld de afbouw van medicijnen, bijvoorbeeld als ze diabetes hebben of ook behandeld worden voor een hoge bloeddruk. Van mij kan je verwachten dat ik goed nadenk of je de juiste kandidaat bent voor een operatie. En daarnaast kijk ik zo goed mogelijk naar eventuele andere aandoeningen die je misschien ook hebt, zodat je zo veilig mogelijk de operatie bereikt. Mijn boodschap is, en dat is wat ik vaak merk, is dat mensen eigenlijk nooit zomaar voor een operatie kiezen. Dat daar heel vaak langdurig over nagedacht is voordat men zo ver komt. En ik vind dat eigenlijk een hele moedige stap om op die manier te kiezen voor je gezondheid.